Nou, ik ben Jan Bos, ik ben directeur van Rooms-Katholieke Basisschool De Bras. Dat is een van de 54 Lucas scholen in Den Haag. Mijn naam is Irma Buiskool, ik ben mentor op De Bras in de onderbouw. Het prettige aan werken met LookIn is dat je teruggaat naar de essentie. Namelijk, je kijkt naar het kind. Hoe betrokken is het bij wat het doet? Groeit het? Is er nog een stijgende lijn, zeg maar, in zijn ontwikkeling? En hoe zit het kind daarbij in zijn vel? Dat is denk ik sowieso het belangrijkste bij ieder kind op elk moment. En dus ook bij het onderwijs. Wij hanteren betrokkenheid en welbevinden als de twee belangrijkste criteria voor kwaliteit van ons onderwijs. Anders gezegd, waar wij betrokkenheid en welbevinden zien, hoeven ons naar ons idee eigenlijk niet meer ongerust te maken. Wij weten dan dat er naar de ideeën van het ervaringsgericht onderwijs ook werkelijk fundamenteel wordt geleerd. Het werken met LookIn zorgt ervoor dat ik me echt concentreer op het kind zelf. Dat ik niet bezig ben met allerlei randvoorwaarden, maar dat ik kijk naar het kind en mijn onderwijs daarop aanpas. En onderwijs bestaat dan uit leerkrachtgedrag, maar ook materialen inzetten waar het nodig is, een situatie scheppen die ik vind passen bij het kind op dit moment. De kern blijft het kind en dat was het al. Het is wel makkelijker om te benoemen waar je het in terugziet. Dus de gesprekken met ouders zijn in de kern hetzelfde, maar je komt makkelijker tot die kern. Ik denk dat de observatievaardigheden van leerkrachten zeker groeien. Weer terug naar die kern. Weer terug naar het kind. En in plaats van extern attribueren, het gewoon terugbrengen naar hoe gaat het met dit kind op dit moment. En ik denk dat dat heel belangrijk is bij het observeren van een kind. Ja, LookIn is denk ik wel een aanbevelenswaardig instrument. Het is los te zien van welk onderwijssysteem dan ook. Dus of je een adaptieve school hebt, een klassikale school, een Freinet-achtig aanpak of Jena-plan. Elk van die onderwijsvormen leent zich voor het gebruik van LookIn. Het is niet gebonden aan een bepaalde methodiek. De criteria die staan los van onderwijskundige opvattingen. Want betrokkenheid en welbevinden zul je als leerkracht altijd willen nastreven en daar altijd meer over willen weten hoe je dat tot stand brengt. En ja, dit digitale werktuig, zoals dat nu beschikbaar is, helpt daar op een hele mooie manier bij, omdat het wiel hoeft niet te worden uitgevonden. En het is, omdat het procesgericht is, juist het kijken vanuit een andere dimensie, een meer kindgerichte manier van kijken dan alleen maar kijken vanuit opbrengsten. Ik vind het mooie aan het programma is dat je het je terugbrengt naar die essentie. En ik denk dat er in het onderwijs een hoop tijd verloren gaat aan het invullen van leerlijnen waar je uiteindelijk niks meer mee doet. En dat gevoel heb ik bij LookIn niet. Het verschil met andere leerlingvolgsystemen is dat je daar soms, noem maar even iets, 17 lijnen moet invullen. En dat heb je bij LookIn niet. Dus los van het feit dat dat een hoop tijd bespaart, heb je ook echt het idee dat het wel nuttig is wat je doet. Ik denk dat dat de kern is daarvan.